Ja, oké, dat is waar. Ja, we kunnen het wel. Maar dan is die audio vet kut. Hallo, wij zijn de Kringloop Boys. Wie zijn we? Je begint ook eens te schrijven. Oh, we zijn de Kringloop Boys. Zijn we niet de Kringloop Kings? We zijn er niet helemaal over uit wat de naam van wie we zijn. Van deze video. Het moet misschien weer een clickbait titel hebben. We moeten sowieso een clickbait hebben. Kringloop Tieten. Ja, maar dit is het spel Snark. Kijken. Snark Busters. Destroyers wilde ik zeggen. Snark Destroyers was ook wel mooi geweest. 50 cent bij de kringloop. Deze laatste heeft een dubbele bodem. Wat heeft ze erin verstopt? Oh, je moet alles van even. Vunzige dingen natuurlijk. Een foto. Er zit een foto van een man. Een man in de piraten. Nou weer. Gewoon een gewone kandelaar die een ongewone som geld kost. Op te scheppen. Kijk hoe rijk ik ben, jongens. Waarom hebben we overal een sleutel voor nodig? Voor die trein, voor het kastje, voor het raam? En iedere sleutel. Voor de vaas? Oh, jezus. Zo fout. Okay. Maar waar moet die in? In de trein, denk ik. Ja. Hoppa. Nou, dat was dat het. Was leuk. Wil je een spel spelen? Wil je proberen de snaak, dacht ik. De snark te zoeken, een wezen slechts door enkele mensen gezien en nog door niemand gevangen. We gaan de snark vinden. De snark is dus gewoon een wezentje. Oh, nu heb ik echt een beeld in mijn hoofd. Het is gewoon een monster. Een trolletje. Het laatste wat we van de snark vernamen was dat hij in staat is zich door spiegels in een omgekeerde wereld te begeven. Bovendien beweegt de snark zo snel dat niemand ooit in staat was hem te vangen. Nu is het jouw beurt dat te proberen. Van tijd tot tijd zul je door een spiegel kunnen lopen. Wow. Wat? En in de wereld te stappen waar de snark was. Doe me rustig. Wat is het voor ziek? Fascinerend. Ik wil graag spelen. We hebben nog een deel tang. Twee delen tang hebben we nog nodig. Ja. En touw. Waar is het touw? Jeetje, ja. Dat is moeilijk hoor. Zie jij ze? Kun jij ons Laat helpen? Het weten in de comments. Ja, wat nu? Wat is die put op de achtergrond? Ik moet dichter bij de stapel bladeren kijken. Kijk dan! Kijk dan! Kijk dan! Ik weet niet wat ik moet doen. Breng je ogen dichterbij naar die stapel bladeren. Bloem, dit is een ding. Ik zie alles. Hier, rechts. Even die spin niet uit. Let op, hè. Hop. 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 Ik zie dat echt niet, hoor. Hop. En waarom hebben de hele tijd die vlinders? Ik heb geen idee, Niels. Ik word er boos. Boos van! Ik heb te veel vragen, ze worden niet beantwoord. Dat is niet. Oh, om die weer naar boven te gaan misschien. Oh, om te klimmen misschien? Nee. Dat werkt niet. Dat gaat niet. Oh. Het lijkt op een draak. Het lijkt helemaal niet op een draak. Nee. Een kippetje. Hoe is dit een draak? Zo, ik zie weer zo. Het is een long, zie ik erin. Ja. Eén long. Nu weet ik waarom papa zo nerveus was. Ik haat journalisten, ze snuffelen in privézaken van mensen. Journalisten doen heel veel goed voor de wereld. Ja? In landen zoals Syrië en Afghanistan en zo zijn journalisten die dat daar gaan verslaan. Ik wist niet dat jij het al zij stempelt gewoon, drukt gewoon haar negatieve stempel op journalisten over de wereld. Oh, en die moet je dan zeg maar naar iets toe brengen. Dus waarschijnlijk het lampje hoort bij vuur. Laten we het gewoon even niet gaan doen. En gewoon naar het volgende spel gaan. Wat vond je van het spel? Wat zou je het geven? Ik vond het jammer dat de snark nog steeds een mysterie blijft in dit spel. De snark was commissaris Bo, Niels. Oh ja, shit. Heb je dat nou niet meegekregen? Ik heb dat niet helemaal meegekregen, inderdaad. Wel te moeilijk. Veel te moeilijk. Veel te moeilijk. Wij zijn zelf professionele gamers. Wat is de age, recommended age? Staat dan voor dit spel? Even kijken, 3+. Drive achter het spel is de snork. Hoe heet dat? De snork heet het! Het is niet de snork, Pascal! Snork! Snork! Ik vind het een spel met een hele mooie naam, maar met een echt hele kutte gameplay. Ik ben heel teleurgesteld. Ik had gedacht snark, grappige naam, wordt spannend. De snark gaat je pakken! Welk spel spelen we, Pascal?
Barbie. Oké, maar wat voor Barbie? Want je hebt heel veel mooie Barbie-spellen. We spelen Barbie in het Zwanenmeer. Meisjespelletje. Heb je zin in? Ik kijk hier al weken naar uit. Ja. Naar dit spelletje. Toen we ook naar de kringloop gingen, het eerste wat Pascal deed, pakte Barbie uit de schappen. Het eerste spel wat ik zag was Barbie. Ja, en jij was meteen gewoon... Ik pakte hem meteen. Weet je zeker dat je het toverbos wilt verlaten? Credits. Nee. Ja. Nee. Ja. Wat is dit? Klik op het meer om Layla te redden. Wie is Layla? Dat is het paard. Oh. Het paard met dat bot dat uit zijn hoofd steekt. Dit is toch het meer? Of ben ik nou... Ja, ben ik nou... Ik zou het ook denken dat je het meer zou moeten drukken. Wat heb jij hierover te zeggen, Cody? Doe maar, en ineens zit ik hier vast. Moet je dit eiland zien? Alle dieren zijn verdwenen. Zullen we het eiland proberen te herstellen? Nee. Laten we wat dieren terugzetten. Wil je het eiland herstellen? Oh mijn Klik God. Dan op een... Wat? Hoe kunnen we hier het beste een swastika maken? Dat is prachtig! Even je mond houden. Het is prachtig! Nee. Wat mooi! Nee! De weerspiegeling is gemaakt! Nou. Layla, we Holy komen je halen! Ik ben gered, ik ben gered! Oh, dat stemmetje van het paard is ook echt vervelend. Het is echt heel vervelend. Ik ben gered, ik ben gered! Weet je wat ook heel vervelend is? Ze praten de hele tijd gewoon door mijn zin heen. Ik probeer je te zeggen... Je hebt genoeg toverstafjes gevonden! De toverstaffen maken in het kruis om weer schoonheid in het bos te brengen. De ingrediënten die in het bos mijn schoonheid. Hey! Niels, ik heb niet verstaan wat ze zegt. Nu kan ik geen tovers. En voeg het aan de juiste fles toe. Beweeg met je staf over het bos. Hij begint te glinsteren als je iets kunt betoveren. Betoveren. Haal de muisknop om. Oh. Wauw. Dit is één magisch bos, Niels. Vast. Jij brengt de magie in het bos met je magische bloementoverstaf. Kijk al die bloemen, Niels. Een mooie schilderij. Als je het wilt afdrukken, klik je op de printer onderaan. We kunnen het afdrukken. Nee, dat is jouw. Kijk. In het zwanenverblijf. We moeten helpen in het zwanenverblijf. Wacht even hoor. We moeten helpen in het zwanenverblijf. 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 Ik word echt een beetje depressief hiervan. Ik was hier heel hyped over. Ja, dit spelen. Jij hebt het spel uitgekomen. Het heeft al het energie uit mijn leven gezogen inmiddels. We moeten helpen in het zwanenverblijf. Waar is het zwanenverblijf? We hebben het zwanenverblijf gevonden. Hier moet alles eerst weer inkleuren. Ja. Maar de moet zwanen dat messen? Ik moet helemaal niks, Barbie. Ze waren uitgenodigd op de picknick. Misschien moeten we ze helpen. Dus er is zoveel druk op. We moeten. Ja, helpen. Ik zit in mijn eentje dat hele bos kleur te geven en ik moet van alles van die... Waar moet ik heen? Wat is die bloemenboom mooi? Hier, moet ik weer alles... Wat heb ik nu weer gedaan? Je hebt helemaal niks gedaan! Rondom de bloemenboom ziet het Ik doe alles! We moeten helpen in het zwanenverblijf! Waar is het zwanenverblijf? Je hebt alleen twee eieren gevonden met even grote stippen. Ik keek al weken uit naar dit spel. Ja, hey, er is veel werk aan ook de winkel in Facebook berichtjes sturen mij. Wanneer gaan we nou Barbie spelen? Die elf zit er ook weer de hele tijd doorheen te tetteren. Ik heb het spel nu gespeeld. En ik heb geen zin meer in het leven. Ik moet ook zeggen dat ik best wel moe ben. Hou jij ervan om dode, koude bossen om te toveren naar vrolijke, kleurrijke bossen? Dan is dit jouw spel. Dit is het spel voor jou. Kusje. Mwah. Yay.